Hallo allemaal, ik ben Evie van Enable. Zo dus. Zo spreken we het uit. Meer bepaald van het Trade for Development Center. En dat is een programma, een redelijk klein programma rond fairtrade en duurzame handel binnen het Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Misschien heel kort eventjes schetsen wie we zijn voor degenen die dat niet weten. Dus enerzijds bieden wij coaching aan producentenorganisaties in Afrika. Dat is echt custom-made coachingprogramma eigenlijk, waarin dat wij een pool van coaches hebben die ter plaatse gaan om daar samen met de organisaties te werken. Maar een tweede pijler waarop we werken is informeren en bewustmaken rond verantwoorde consumptie, fair trade en duurzame handel. En natuurlijk in het kader daarvan nemen wij het initiatief voor de Week van de Fair Trade, onze grootste campagne. Ik denk dat jullie ons misschien vooral kennen via de projectwedstrijd, of alleszins dat hoop ik toch. Want die is er eigenlijk echt voor jullie. Omdat wij heel hard geloven dat we mensen de kans moeten geven om fairtrade te ontdekken in hun omgeving, in hun buurt, in hun dagelijks leven. Dus lanceren we elk jaar een projectwedstrijd waarin we gemeenten, maar ook verenigingen, VZW's de kans geven om met een originele fairtrade activiteit te komen. En de meest originele kunnen van ons een financiering krijgen. Wie daar meer over wilt weten, ik ben hier nog een hele dag, dus spreek mij gerust aan. Een van die lokale activiteiten is ook de trefdag vandaag, dus blij om hier te zijn en jullie met zoveel te zien. Als we het dan hebben over meer informeren, dan is een van de grootste tools onze barometer. Dus wij doen een jaarlijkse barometer, soms puur over fair trade, soms over verantwoorde consumptie, dus iets ruimer. De bedoeling is echt om een beetje de vinger aan de pols te houden van wat dat er leeft bij de Belgen rond fairtrade, rond verantwoorde consumptie. Omdat we dat elk jaar doen, kunnen we ook echt tendensen zien. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is voor jullie, want jullie zijn daar op dagelijkse basis mee bezig. En dat kan jullie, denk ik, wel een beetje voeden in jullie strategie of in jullie plannen voor de toekomst. We proberen ook het platform te zijn voor de Week van de Fairtrade met de website weekvandefairtrade.be, waar we echt alle nieuwste activiteiten proberen te verzamelen. Dus niet alleen van de activiteiten die we zelf financieren, maar echt van alles wat er gebeurt rond Fairtrade tijdens die 10 dagen. Voilà, dan ga ik gewoon voor de cijfertjes gaan. Jullie zijn hopelijk nog fris, dus ik neem jullie graag eventjes mee. Doorheen de grootste, de belangrijkste bevindingen van de barometer. Ik moet zeggen, het is een heel lijvig document, dus ik ga zeker niet alles kunnen vertellen wat erin staat, maar het volledige rapport en ook de samenvatting is terug te vinden op onze website. Dat is tdc-enable.be, maar het komt nog verder in de presentatie ook. Wat we elk jaar doen in de barometer is polsen naar de grootste bezorgdheden van de Belgen. En je ziet het hier staan. Duidelijk, de grootste ongerustheid is er over prijsstijgingen en over dalende koopkracht. Dus de stijging van energie- en grondstofprijzen is zelfs de eerste keer dat we dat mee in het lijstje hebben opgenomen. En dat staat al meteen op nummer 1. Jongeren die delen dezelfde bezorgdheden, maar die zijn over het algemeen iets minder bezorgd dan de andere leeftijdsgroepen. Eventjes gewoon ter vergelijking. Armoede in ontwikkelingslanden staat op een 13e plaats met 59% bij de Belgen. Voor de rest zijn de bezorgdheden redelijk gelijk gebleven met de andere jaren. Je ziet daar alleen een uitschieter qua gezondheid in 2020, maar dat heeft natuurlijk met de COVID-crisis te maken. En de bezorgdheid over klimaatverandering is een beetje gedaald en dat verbaasde ons toch wel een beetje. Dus vandaar dat we dat cijfer ook even hebben meegegeven. Misschien moet ik wel eventjes zeggen, als wij spreken over jongeren, in deze context gaat dat over mensen van 16 tot 35. Dat zijn degenen die in de enquête onder de jongere doelgroep vallen. Als we dan vragen aan Belgen, wat is voor jullie verantwoorde consumptie? Dan zien jullie hier de top 4 staan. Dus dat zijn heel vaak ecologische initiatieven. Dus meer recycleren, seizoensproducten, lokale producten, minder verpakking gebruiken. Hoe dat we dat eigenlijk bevragen is een lijst met 20 initiatieven geven en dan duiden mensen zelf aan wat dat zij associëren met verantwoorde consumptie.
En we zien dus dat eerlijke producten kopen, Fairtrade producten kopen, staat op een achtste plaats uit een lijst van 20. En scoort ook opvallend hoger bij de Nederlandstaligen dan bij de Franstaligen. Ik heb regelmatig voor jongeren eventjes aparte cijfers vermeld of vermeld wat er anders is tegenover de andere leeftijdsgroepen, omdat dat ook de focus is tijdens deze week van de Fairtrade en ook wel een beetje voor de trefdag van vandaag. Dus de jongeren die gaan voor eenzelfde top 4, maar, en ik denk niet dat dat een verrassing gaat zijn, zij scoren wel hoger dan de andere leeftijdsgroepen op tweedehands, doe het zelf en gedeelde goederen en diensten. Ik denk dat we dat allemaal ook wel een beetje merken in de activiteiten die we doen, dat dat voor jongeren eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld is. Prijs is veruit het belangrijkste criterium bij consumptiekeuze. Dus dat geldt zowel voor voeding, cosmetica als voor kleding. Dat zijn de drie categorieën die we bevraagd hebben. Dat is altijd al zo geweest, dat was bijvoorbeeld vorig jaar ook zo. Maar het is wel enorm hard gestegen. Dus als we het voorbeeld hier nemen van voeding, dan zegt nu 60% als we kijken naar de prijs, terwijl dat vorig jaar eigenlijk nog maar 37% was. Het cijfertje dat er in het geel bij staat, dat is, gaat over de jongere doelgroep. Dus bij jongeren is dat wel minder het geval. Die zetten ook wel prijs op nummer 1, maar minder opvallend dan de andere leeftijdsgroepen. Daarnaast voor voeding kijken Vlamingen gemakkelijker naar kwaliteit. Dus na prijs als belangrijkste criterium wordt kwaliteit het belangrijkste voor de Vlamingen. Walen kijken meer naar seizoensgebondenheid. Daar staat zon, want het moet zoen zijn. Voor cosmetica en schoonheids- en verzorgingsproducten kijken mensen na de prijs vooral naar het gezonde en veilige karakter en het respect voor dierenwelzijn. Bij kledij is dat levensduur. Maar dus overall is het altijd wel de prijs als het grootste criterium of belangrijkste criterium. Ik val een beetje in herhaling, want ook hier gaat het een beetje over aanpassingen van de economische aard. Dus de impact van de verschillende crisissen heeft bij 8 op 10 Belgen een impact op hun consumptiegedrag. En van die 8 op 10, van die 80%, zegt 52% eerder economische aard, dat ze bijvoorbeeld harder gaan letten op de prijs, minder gaan consumeren of gaan kiezen voor producten die langer meegaan. Terwijl voor 22% zijn die aanpassingen eerder van ecologische aard. Dus die gaan bijvoorbeeld echt kijken naar producten met minder verpakking. In het geheel ook weer de cijfertjes voor de jongeren. Dus daar zien we dat prijs ook iets minder meespeelt en dat zij iets meer aan ecologische aanpassingen gaan denken. Het is dan ook geen verrassing dat de prijs de grootste rem is om meer verantwoord te consumeren. Wat dan wel opvalt is dat bij jongeren, dat zij ook aanduiden dat het feit dat er geen verplichtingen worden opgelegd, dat dat voor hen ook wel een rem is om meer verantwoord te consumeren. En zij geven ook het meer aan dan andere leeftijdsgroepen dat ze het moeilijk vinden om te weten hoe ze meer verantwoord moeten consumeren. Als we dan vragen aan mensen van wie is voor jullie de belangrijkste speler om te komen tot een meer verantwoorde consumptie, dan zeggen de meerderheid van de Belgen de consumenten zelf, dus hand in eigen boezem, we zijn zelf verantwoordelijk als consument, en de overheid in tweede instantie. Bij de Vlamingen zie je zelfs dat dat evenveel is, allebei 43%, dus die staan op een gedeelde eerste plaats. Waarom heb ik dan hier heel dat lijstje opgesomd? Omdat het hier ook wel opvallend is dat bij de jongeren, dat die eigenlijk een beetje naar alles kijken. Dus en de consument, en de overheid, en de bedrijven, en de sociale media, traditionele media, scholen. Dus jongeren zijn daarin veel meer verdeeld dan de andere leeftijdsgroepen. Gevraagd naar bedrijven en hun verantwoordelijkheden, zegt meer dan de helft van de Belgen dat ze vinden dat bedrijven zich onvoldoende inzetten voor mens en maatschappij. En wanneer een merk of een bedrijf dit wel doet of daarover communiceert, is de helft van de Belgen ervan overtuigd dat dat wel een goede eerste stap is, maar ze hebben echt bewijs nodig om het te geloven. En 9 op 10 Belgen vindt ook dat we echt een duidelijke wetgeving moeten hebben die bedrijven verplicht om meer zorg te dragen voor mens en milieu.
Afronden? Oké. Ik moet afronden, wordt mij hier gezegd, dus ik ga snel door. We leggen ook altijd verschillende types producten voor. En daarin zien we duidelijk, lokaal is het bekendste. En eerlijke producten scoren iets minder goed. Maar dan zien we dat als we een lijst geven met wat versta je onder eerlijke producten, dat de dingen die naar voren komen wel echt passen bij een fairtrade product. Dus degenen die het kennen, associëren het wel met de karakteristieken die wel typisch zijn voor een eerlijk product. Maar, en de lange maar, want toch wel opvallend, Belgen vinden het wel heel belangrijk om fairtrade producten te kunnen kopen. Dus daar waar dat bij bekendheid fairtrade producten niet super hoog scoren, scoren bij de belangrijkheid of het belang om het te kunnen kopen, staat het eigenlijk zelfs op plaats 1 bij de Nederlandstaligen en bij de jongeren. Overal op een tweede plaats net achter lokaal. Ik ben bijna rond, nog 2 korte zinnetjes. De studie eindigt eigenlijk met een aantal aanbevelingen. Ik nodig jullie uit om daarvoor echt op de site te gaan kijken, want dat zou mij iets te ver leiden. Wat ik wel belangrijk vind, is dat een van de grootste conclusies was om voor een jonge doelgroep echt heel sterk in te zetten op communicatie, heel specifiek voor die doelgroep. Mijn lesmodule, zelfs al weet ik natuurlijk dat daar ook niet altijd tijd en geld voor is, maar ik praat even over een ideale wereld. En met echt eenvoudige, aantrekkelijke video's op de platformen die jongeren bezoeken. En dan eindig ik gewoon met te zeggen, er werd al referentie gemaakt naar het federale niveau. Op 19 oktober organiseren we een Fairtrade-ontbijt in het federaal parlement. Waar dat jullie allemaal ook op uitgenodigd zijn. Dus daar wordt, het gaat hier over lokale fairtrade met een getuigenis van een melkproducent uit Burkina Faso en een melkproducent van hier. Maar wij willen eigenlijk ook heel graag dat dat echt een netwerkmoment is tussen mensen die met 2 voeten in de dagelijkse realiteit staan, jullie dus, en om te kunnen uitwisselen met de parlementsleden die daar aanwezig gaan zijn. Dus wie wil, mag zich zeker inschrijven en wie meer info wil, die moet mij maar aanspreken doorheen de dag. Dank jullie wel.